Lewis Hamilton werd gisteren vijfde tijdens de Grand Prix van Japan. Zijn teamgenoot George Russell moest het doen met een P7 na nou een eenstopper. En het gat tussen racewinnaar Max Verstappen en Lewis Hamilton was bij de finish maar liefst 49 seconden. Maar goed, na afloop van de wedstrijd ging Hamilton er dieper op in wat Mercedes nou precies moet doen om het gat te dichten na het dominante Rebel Racing. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op dat abonneerknopje onder deze video. Op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1-nieuws en komen wij dichter bij die 100.000 abonnees. Er zijn dingen waar ik voor heb gevraagd die te maken hebben met de kant die we op moeten gaan volgend jaar. Ik denk dat na alle punten die George en ik hebben gegeven volledig geluisterd wordt. Ik heb nog geen idee waar de auto zal staan volgend jaar, het is nog ontzettend ver weg en we moeten hopen dat de aankomende zes maanden qua ontwikkeling de beste zes maanden worden die we ooit hebben gehad. Op die manier het gat te dichten om op de deur te kloppen. Ja, volgens de zevenvoudig wereldkampioen ligt de mogelijkheid er wel om de voorsprong van Rebel te verkleinen, want hij zegt dat McLaren het bewijs is dat het kan. We kunnen niet gaan doen alsof we dat niet zien. We moeten analyseren wat zij hebben gedaan en dan ook die richting opgaan. Dat is de juiste richting. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn team daartoe in staat is. We zijn altijd goed geweest in Downforce aan de auto toevoegen. Echter, door de manier waarop onze auto momenteel werkt, zorgt meer Downforce ervoor dat hij ook meer stuit. Hopelijk komen we met een ander concept terug op de positie die het team verdient. Dit is een wereldkampioenschap winnend team. We zijn nog steeds een geweldig team. Ik heb volledig vertrouwen in iedereen, maar beslissingen die in deze periode worden gemaakt zijn cruciaal voor hoe we het gaan doen. Aldus Lewis Hamilton. En hoewel het team van Rebel Racing in Japan de constructeurstitel wist veilig te stellen, onthult dokter Helmoet Marco bij ORF dat het feestje pas in Qatar zal worden gevierd. Oostenrijker wijst naar de krappe planning van het team. Daarnaast kan Max Verstappen in Qatar zijn derde wereldtitel wellicht gaan bijschrijven. Ondanks een teleurstellend weekend van Perez heeft Red Bull Racing dankzij Verstappen haar zesde constructeurstitel weten te pakken. De eerste vier kampioenschappen werden binnengehaald in het tijdperk van Sebastian Vettel. Met Verstappen aan boord wist Red Bull vorig jaar het kampioenschap voor de teams te pakken, en dit jaar dus wederom. Marco legt uit dat Red Bull het feestje pas over twee weken wil gaan vieren. We hebben vandaag nogal een krap schema. De engineers en monteurs moeten geloof ik al om tien uur in Tokio zijn. Ze moeten hier dus voor vijf uur weg zijn, anders redden ze dan niet. Daarnaast moet er nog wel wat werk worden verlegd voor de race in Doha. Nou goed, mocht Verstappen in Qatar ook zijn titel weten te pakken... dan wil Marco wel flink gaan uitpakken. Ja, het wordt nogal een kostbaar feestje denk ik. In Qatar is er namelijk wel alcohol, maar dat is best wel duur. We moeten misschien wel oppassen dat we de budgetcap niet overschrijden. Zo knipoogt hij het tegenover ORF. Ja, goed moment om het constructeurskampioenschap door te nemen. Rebel Racing wist deze dus te pakken met 623 punten staan zij bovenaan. Gevolgd door het team van Hamilton en Russell. Mercedes met 305. Het team van Ferrari staat op plek 3 met 285 punten. Aston Martin met 221 op plek 4. McLaren kunnen we vinden op plek 5 met 172 punten en het team van Alpine met 84 op 6. De Williams van Albon en Sargeant hebben in totaal 21 punten weten te verzamelen. Zij staan daarom op plek 7 en het team van Haas staat op plek 8 met 12. Alfa Romeo, Bottas en Joe staan op plek 9 met 10. De sluiten van deze lijst is Alfa Tauri, Lawson en Tsunoda. Zij hebben in totaal 5 punten weten te verzamelen. Ja, ook was het chaos zondag bij het team van Alpine, waar Pierre Gasly zich ontzettend boos maakte wegens een teamorde die hij aan het einde van de race ontving. Vansman was totaal niet te spreken over de gang van zaken, terwijl zijn teamgenoot, Esteban Ocon, stelt dat het eigenlijk heel erg normaal is binnen het team. Na een gedwongen undercut van Ocon mocht Gasly voorbaan zijn collega om de jacht te openen op Fernando Alonso. Ocon kreeg erbij te horen dat hij de plek terug zou krijgen als Gasly het niet zou lukken om de Spanjaard te passeren voor het vallen van de vlag. Nou, dat lukte inderdaad niet, waardoor het team hem sommeerde om zijn plek terug te geven. Ja, toen dat bericht doorkwam op de boordradio, kon Gasli zijn oren niet geloven. Hij zegt, ja, ben je serieus? Nou goed, na 40 gesprek. Zij zijn een ingenieur dat ze er na de race maar over moesten hebben. Zorgde in ieder geval voor een hoop commotie binnen het team waar Ocon op zijn beurt weer weinig van begrijpt. Ik zit nu al vier jaar bij het team en deze regel is altijd hetzelfde geweest. Ook met Daniel en Fernando. Dat is als een coureur van positie wisselt. En ja, in dit geval gaf ik de positie aan Pierre en hij moest Fernando inhalen om die positie te behouden. Anders geef je die positie gewoon terug aan je teamgenoot. Dat is hoe we het altijd gedaan hebben. Als ik aan de andere kant zou staan, ja, dan zou ik natuurlijk hetzelfde doen. Ik geef de voorkeur aan een gevecht op de baan. Ik ben meer van de oude stempel en ik zou het nooit vragen om van posities te wisselen. Maar ik begrijp ook het standpunt van het team. Dat probeert om meer posities te winnen en punten te pakken. Maar helaas gebeurde dat niet. We hebben de potentie gemaximaliseerd omdat er niet veel meer op tafel lag. Zo laat hij weten tegenover motorsport.com. Was hem dan het gp nieuws van de maandagochtend. Vanmiddag zijn we er weer. Tot dan. Hoi.